Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 5 januari 2023. Het is nu alweer 3:05 in de middag. Zoals jullie dus achter mij kunnen horen, zijn er alweer een paar helemaal enthousiast. Want ja, jullie zien dat ik mijn jas aan heb. En ja, ze willen heel graag een blokje lopen. En ja, dat gaan we dus ook maar doen. Hè, een blokje lopen. Is erg handig. En ik heb Roderick aan de telefoon. Dus die zie ik zo meteen en bij de oude locatie, oude briefbus. En dan zo weer richting huis lopen. En dan we zo meteen weer even andere dingen doen. Dus ik zie jullie straks weer als wij onderweg zijn. Dus tot straks. Zoals jullie zien zit ik dus niet alleen. Want wie heb ik bij me? Mijn lieftallige schat. Hij schat. Wat? Nou ja. Wat? Ja, je hebt een winterkomingje, een musje. Nachtmusje, lief klein winterkoming. Ja, nou sorry, maar alles wat kleiner is dan een kraai of weet ik veel wat. Dat noem ik gewoon een musje, sorry. Ik weet toch niet wat en wat is. Hoe moet ik dat weten? Wat is? Ik heb daar niet voor en geleerd of zo. Dus alles wat gewoon bij mij op een musje lijkt, noem ik een musje. Lach me nou uit. Ja, dat is grappig. Hoezo, vertel. Iets met de rode barst. Ja, dat is een musje. Ja, maar waarom? Waarom? Maar waarom vind je dat grappig? Waarom? Dat is gewoon grappig. Oh, grappig. Ja, nou. Dat is gewoon grappig. Ja, ik zie dus namelijk hier. Nou, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Nee, ik ben zonder. Ja, alleen ik heb niet zo'n grote lens zoom dan en zo. Lekker ding. Kijk, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Daar. Hij ging nou net omhoog, die daar. Deze, hier, daar. Dat noemde ik dus een musje. Ja. Dat is dus geen musje blijkbaar achteraf. Ja, inderdaad, het zal wel. Ja, maar ik noem dat gewoon een musje. Ja, dan is het een musje als jij het een musje bent. Ja, nou, sorry. Als het beestje er maar een naampje heeft, hoor. Ja, is een andere. Ja, nou, dan is dat maar een andere. Ja. Maar ik vind het gewoon een musje. Ja, er zijn twee voorbeeldjes. Eén musje en één winterkoninkje. Nou, en ik noem dit gewoon een musje. Deze is een stuk groter. Nou, en wat is het verschil tussen een musje en een winterkoning? Nou, ik ga het eens kijken voor jullie. Dat is leuk. Een winterkoning, zeg je? Winterkoning, ja. Een lief klein kogeltje. Ziet er al twee hele grammen weg. Maar er komt al een partij geluid uit, dat mannetje dan. Kijk, dit blijkt dus een winterkoning dus te zijn. Ho, focus. Dit blijkt dus een winterkoning te zijn of zo, of geen idee. En dan is dit dus, kijk, je hebt hier verschillende. Geen idee. Zo'n leuk wipstaartje. Ja, helemaal goed. En dan een, wat zei ik nou? Een huismus. Een musje. Lijkt het erop, elkaar? Ja. Hier, en vooral deze bruine, die lijken het erop, elkaar? Ja, heel erg op elkaar. Ja, nou sorry. Allebei twee pootjes, twee vleugeltjes en een snavel. Ja, hallo, als je deze hebt. Ja. En je, oh, het is nou wel weg. Maar als je dan deze hebt en die andere. Ja. Dat lijkt toch op elkaar. En vooral als je geen wide lens hebt. Dan, ik heb nog een kleiner lensje. Vergelijkbaar met Enzo en Don en alles. Ja, die hebben een meterlens, zeg maar. Ja, dus kan je beter inzoomen dan met deze ding. Ja. Weet niet. Voor een andere lens erbij kopen. Ja. Minstens. Wide lens. Sony. Sony. Ja. Sony. Sony Crockett. Weet je wel hoe duur dat ding is? Het kost heel duur. Zelfs nog altijd. Ja. Oh, nee, ik zeg
Sony White. De witte lens. Ja, en 7. 7-3. Alpha. 7. Ja, maar hoe schrijf ik dat? 3? 1, 2, 3. Nee, gewoon hierop. Met zijn drieëtjes. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Geen lettertjes? Ja, een 7 heb ik, Ro. En geen lettertjes? Dan III. Nee, ik zeg... Zo. Wat zeg ik? Deze kringen kosten nogal wat, hoor. Ik weet niet. Maar we gaan het bekijken. Het is een witte lens. Komt helemaal goed. Ja. Dat wou ik net zeggen. Ja. De beste wensen, schat. Lekker. Met jou. Mag alleen boksen. Mag niet voor die papieren. Ja. Ik snap jou. Hoe is het? Ja, goed. Met jou. Ja, mooi, 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 mooi. Heb je dat niet gezien? Maar wij jou wel. Staat je aan of niet? Ja. Wat denk jij dan? Jammer joh, tuurlijk staat hij aan. Zo, en dan wil je daar een pizza bakken en terwijl dat ding kapot is. Nee, zou het van de week gemaakt. Ja, ja. Nou, waar is mijn vent? Geen idee. Je moet niet zomaar overal langs gaan lopen en zonder om wat te proeven. Nee, het is altijd lekker proeven. Lekker, lekker. Dankjewel. Dank je. Even dat ding eventjes open knallen. Dan kan ik ook wat... Nee, niet en niet bij. En niet bij een prullenbak. Een stuk die dat op. Ho, ja, schat. Ja, ga jij eens even aan de kant. Ga eens even aan de kant, schat. Kijk, als je nou deze even open knalt. Kijk. Kijk, als we nou gewoon hier naartoe gaan. Een beetje uit. Schat. En? Kom hier. Smaakt die? Nee, joh. Ben jij het eten? Nee. Maar smaakt het? Huh? Ja. Ben je een sneeuwman geworden of zo? Niet lekker, hè? Nee, wacht even. Tuurlijk, wel lekker. Nee, dat is wel niet. Ik wel. Lekker. Mag ik je weggooien? Mag ik je weggooien? Ja. Jammer, joh. Ja, mooi. Ja, dus en? Ja, nou en? Dus en dan? Hij was wel een beetje droog. Een beetje boter of zo erbij. Mooi. Hè? Ja, dat, joh. Je meent het. Wat hebben we hier allemaal? Wat hebben we hier allemaal? Nou, joepie. Voor 2,50. Peertjes. Kapine. Een S. Voor 2,50. Peertjes. Voor 2,50. En voor je moeder. Voor je moeder of zo. Dat is veel. Noem maar wat. Ja, niet zo heel veel, nee. Jammer, de jammer, de jammert. Yes, jammer. Nou, we gaan weer kijken. Ha? Word je bang voor mij? Van nee. Jij bang voor mij? Dan nee, nooit. Zo, wel heel duur hoor. Maar die geven we aan hem. Ja, is goed. Ja, die
Dank je. Oh, die is afgeprijsd. Ja. Oh, wat jammer. Helaas. Het is weer niet van de... Weer niet, joh. Vreselijk. €2, meneer. Je bent wel heel duur, hoor, schat. Je moet niet mopperen. Ik mopper nooit. Linda, het ligt allemaal daar. Dat zou wel heel fijn zijn, hè? Ja, echt, hè? Jongen. Waar genoegen? Ja, goed, hè? En nou, wegwezen. Is goed, doen we. Even. Ja, het is weer weg. Dus, nou, niet heel vies. Maar toch. Pissen. Vooral dit hier. Daar. Vol met vuurwerk. Roep allemaal. Dat denk ik ook heel pies. Ja. De velg is helemaal groen uitgeslagen. Ja, hier kan je het al zien. Helemaal vies. Wel, daar rijden we. Chemische spray, 6 minuten. Het zit wel vlot. Het is gewoon baar. Nou zie je pas hoe en hoe goed het nu wel, ja. Grondig gereinigd, hè? Ja, doe maar. Niet hem onder de auto spuiten. Chemische voorreiniging. Hey, insectenbereider. Dat is een velgen. Ja, velgjes. Aan die andere kant. Ja, deze kant, ja. Als jij even doorgaat met schoonmaken, kan ik het filmen. Ga naar die kant kijken. Ja, kan ik hier even velgen kijken. Ga daar eens kijken. Nou, vel. Daar, wel hier. Beetje kapot gegaan. Dat wil hier staan. Helemaal. Hier weer niks. Daar ben je alweer.
halve druk rijden. Schuimborstel. Huh? Schuimborstel. Ja, daarom ook. Maar als je het niet over hebt, dan wordt het in dit land. Het lijkt wel of het gesneeuwd heeft, maar dat is het niet. Schuimborstelen. Jee. Binnendorp op worden gereinigd. Hoe heet die dingen? Deurstijlen? Weet ik niet. Waar met dan? Interessant. De hotweg. Huh? Hotweg. Jij dan.
en het plekvrije naspoelen. Laatste minuut. Laatste minuut. Even hier een beetje schoonmaken. Hier vooraan. Klein beetje nog. Twee lampen hier. En nog een beetje. Daar. Wel wit aan. Ja, maar dat gaat zometeen weg met rijden. Het is mooi groen uitgeslagen. Niet dat vieze groen. Ja. Jij bent bezig. Zo, kom. Zo, pakken. Oké, loop ik mee, maar jij gaat praten. Kom. Ik moet dat nat heen gaan lopen. Ja, dus, en? Dat is een beetje koeler. Kom. Kom. Ja. Ga filmen. Ja, ik kan. Ja, ga er gewoon omheen lopen. Ja, maar niet door, ga er omheen lopen. Moet door dat nat heen. Dan, en? Dat nat nee, van. Kom. Ja. En je moet toch instappen, kom. Een beetje shiny is het wel, ja. En die is het goed afgespoten. Ja. Maar wanneer, weet ik nog niet, maar het gaat wel allemaal veranderen. Ja, wanneer weet ik niet, maar oké. Okay, maar ga achterkijken. Achterkijken. Hij is weer mooi shiny. Dat kan weer wel. Ben je blij mee? Ja, ik zo. Ja, vind je die? Nou, ik heb dus nu net een fotoshoot gehad met 250 foto's. Maar ik ga niet, even kijken, ik ga er niet hoeveel voor betalen. Een brons, dat is €39. Dan krijg ik maar 3 foto's. En als ik 150 ga betalen, dan krijg ik alles. Maar dat ga ik dus niet doen. Maar dat weet zij nog niet. Maar dat is bij Holland Fotostudio een blijvende herinnering. Nou, bij die blijvende herinnering. Ik ga volgende week ergens anders naartoe. Yes. Ik ga volgende week ergens anders naartoe. Naar mijn andere grote vriend. En die kennen jullie. Ja, jullie kennen mijn grote vriend. Ja, zeker. Kennen jullie mijn grote vriend? Echt wel. En ja, mocht je daar naartoe willen, betaal je €50 voor heel veel andere mooie foto's. Ja, voor heel veel andere mooie foto's, maar voor €50, jongens. Ja, voor €50. En dan heb je heel veel mooie foto's. Zo. Ja, dus.
Als je een leuke fotoshoot wil hebben in Den Haag, ga dan even naar Henk Ros. En neem even contact met hem op. En dan noem dan even mijn naam. Dan komt het helemaal goed. Dus ik ga nu weer richting huis rijden. En jullie zien me later. Straks. Daar ligt het dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe een belletje even aan. Doe een duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken.